We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 29 juni. Gedurende de avond kunnen lokaal perioden met lichte tot matige buien soms met onweer voorkomen. Naarmate de avond vordert, verplaatsen de buien zich naar het zuiden. Tijdens de nacht komt er overwegend in het binnenland nog een enkele bui voor. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. Morgenochtend worden er lokaal enkele buien verwacht. Gedurende de middag en avond worden lokaal enkele lichte tot matige buien, soms met onweer, verwacht. Er wordt ook een zware bui verwacht in de middag. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen donderdag 29 juni, vooral in de middaguren, lokaal een matige onweersbui of zware bui, ook met windstoten, wordt verwacht.